Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman Peugeot, Sanidump, Paul en Paul en Budgetplan. Goedendag, welkom bij de sport met vandaag Sparta en Feyenoord. En met die laatste club beginnen we, want Feyenoord heeft vandaag weer de training hervat. In groepjes van 6 ging de selectie van Feyenoord aan de slag. Uiteraard alles wel via de maatregelen van het RIVM. En zo is er bij Feyenoord in ieder geval op sportief gebied weer wat licht in de tunnel. Maar hoe is dat in economisch opzicht? In hoeverre wordt Feyenoord op financieel gebied getroffen door de coronacrisis? Die zorgen zijn groot, gelukkig. Dat hebben we ook aangegeven door het beleid en ook de begroting van dit seizoen. Dat we dit seizoen geen problemen hebben. Dus dat betekent tot eind juni we gewoon aan alle verplichtingen kunnen voldoen. Dat hebben we ook steeds gezegd. En op dit moment zijn we bezig. Was deze periode ook met de begroting voor volgend seizoen. Nou, dat wisselt nog wel eens een keer, bijna per dag. Maar gaan we daar nu vanuit dat we zeg maar tot en met december zonder publiek spelen. En dan, dan moet je denken aan een bezuinigingsoperatie tussen de 20% en 30% ongeveer. Zoals we dat nu zo goed en zo kwaad kunnen inschatten. En hoe denk je die dan op te kunnen gaan doen? Ja, daar zijn eigenlijk geen remmen voor te bedenken of beperkingen aan te reiken. Dus iedereen zal daaraan bij moeten dragen. De jaarplannen die nu gemaakt worden betekent dat bedrijfsbreed zoveel mogelijk bezuinigen en besparen. 50% van een voetbalclub, dus ook bij Feyenoord, bestaat uit personeelskosten. Dus dat betekent dat daar natuurlijk ook scherp en goed naar gekeken moet worden. En dat gaat dan ook door de hele organisatie heen. Ben je dan ook met spelers in gesprek, zoals PSV en andere mensen hier bij Feyenoord, voor een loonoffer te maken? Ja, als ik zeg alle personeelskosten, dan gaat dat uiteraard ook naar, geldt dat ook voor de spelers, de staf, voor de directie, voor het management, voor iedereen. Dus wij zijn ook met de spelers in gesprek. We hebben daarbij de belofte gemaakt dat op het moment dat het concrete voorstel is, dat we dat netjes door de voordeuren met hun gaan bespreken. Uiteraard, dat is vandaag ook al naar buiten gekomen, zijn er gesprekken tussen de FBO en de VVCS. Ook de spelersvakbond zullen we daar op een bepaalde manier mee moeten nemen. En wij verwachten dat dat nog 1, 2, 3 weken gaat duren. Maar dat we met z'n allen wat moeten doen. En daarbij dragen de breedste schouders ook de zwaarste lasten. Dat is nu helemaal zo. Zullen we daar met ons allen het steentje aan bij moeten dragen. Als we dan naar het voetbaltechnische gedeelte kijken. Moeten er bij wijze van spreken komende zomer noodgedwongen transfers plaatsvinden? Kunnen er geen spelers worden gehaald? Dat is ook een uitdaging. We zijn heel erg blij dat Dick Advocaat in ieder geval bijgetekend heeft in zijn commitment. Dat geeft rust samen met Frank Arnes aan de voetbalkant. Er hoeft nu niemand weg. We hebben natuurlijk wel een aantal aflopende contracten. Daar kijken we naar, dat weet ook iedereen. Maar als je nu gaat vragen, kunnen er 3 spelers bij? Nou, wat ik net aangeef, als wij tussen de 20% en 30% moeten bezuinigen, is dat wel een enorme uitdaging. Dus dat is een puzzel die we met Dick en met Frank zullen moeten oplossen. Daar hebben we gelukkig ook nog tijd voor, want het is totaal onduidelijk wanneer de Eredivisie weer gaat beginnen, half september, oktober. Dus we hebben een enorme lange zomerstop, daar kan nog van alles gaan veranderen, gebeuren. Spelen we tot het eind van het jaar zonder publiek enzovoort. Dus we monitoren dat per week en dat het een uitdaging is om spelers er te gaan halen, dat lijkt me duidelijk. Maar we willen aan de andere kant ook gewoon een volwaardige selectie op het veld hebben om volgend jaar weer mee te doen onder prijzen. Het worst case scenario is voetbal zonder publiek, misschien wel het hele seizoen of een groot gedeelte. Want jij gelooft denk ik ook niet in het aspect voetballen met maar een klein gedeelte, met 25% bijvoorbeeld bezet. Of is dat ook een theorie waar op dit moment over na wordt? Ja, nou, we onderzoeken alles. Dat wil niet zeggen dat het makkelijker maakt. Zoals ik aangaf, begroten we nu tot het einde van december zonder publiek. We moeten nog even niet aan denken dat het hele seizoen zonder publiek is. Dat zit natuurlijk wel ergens in ons achterhoofd. Maar als je dat gaat uitrekenen, is de schade wel heel erg groot. En ik denk dat we daar ook nog maanden naartoe hebben. Dat zal misschien in september, oktober, dat ooit bekend wordt. Nou, dan kunnen we nog wel anticiperen. En als je nu kijkt wat je hier zou moeten doen om 1,5 meter in de Kuip van elkaar te binnen kunnen komen, kunnen zitten. Nou, 1, denk ik dat het nauwelijks voor elkaar te krijgen is, de berekeningen die we nu maken. En 2, moet je dan denken aan misschien 10-15% van de mensen die er ooit kunnen zitten. Dan, wat is het dan, 5, 7, 8.000 man. Ik denk dat dat bijna niet te realiseren is. We hebben een hele grote crisis en er komt een hele grote economische crisis waarschijnlijk aan door de gevolgen van deze coronatijd. Wat
Heeft dit, denk jij, gevolgen voor Feyenoord City? Wat ons betreft komt dat nieuwe stadion er nog steeds. En dan onder de voorwaarden, zoals ik altijd gezegd heb, binnen de bouwkosten met een goed spelersbudget voor Feyenoord. Maar het is even niet prioriteit 1. Dat hebben we ook aangegeven, daar is alle begrip voor. Dus laten we dat na de zomer weer oppakken. Omdat we nu echt gewoon andere dingen aan ons hoofd hebben. En van Feyenoord gaan we naar Sparta, dat komende maandag weer de training hervat. En in hoeverre Sparta geraakt wordt door deze crisis is nog niet helemaal bekend. Feit is wel dat de technische man van Sparta, Henk van Stee, een drukke week achter de rug had. Want sowieso hoorde hij dat de Israëlische doelman Ariel Haroush niet meer terugkeert. Maar hij heeft ook al een nieuwe speler voor volgend seizoen binnen. Michael Heijlen wordt transfervrij overgenomen van Emmen en hij is de vervanger van Matthij. Nou ja, je weet in ieder geval dat Matthij die heeft duidelijk aangegeven dat hij einde van het seizoen naar het buitenland wil gaan. En tuurlijk kan je wachten tot juni, juli, maar dat risico kan je niet nemen. En het is een cruciale positie. En deze jongen die hebben we eigenlijk al het half jaar gevolgd. Heel veel wedstrijden. En daar stond het technische staf, de scoutingstaf en ikzelf volledig achter. En nog belangrijker is betaalbaar. Spreek Nederlands. En past eigenlijk in onze filosofie, dus moet je dat risico nemen. En dit was een prioriteit en uiteraard is een spits een prioriteit. Ja, en dan daarna gaan we rustig kijken hoe de financiële mogelijkheden zijn om ons daarna nog te versterken. Tot zover de sport voor vandaag. Maandag zijn we er weer. Dan hebben we een lang interview met de trainer van Feyenoord, Dick Advocaat, die onlangs zijn contract bij Feyenoord met 1 jaar verlengde. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Lauwman Peugeot, Sanidump, Paul & Paul en Budgetplan.